Als de eerste deelnemer zover is, mag die binnenkomen. Jelmer Ketelaar met nummer 2, Lies Berkemoze. En zodra we hem in de ring zien verschijnen, mag hij beginnen. Succes. Thank you.
We hebben gekeken naar nummer 2, Lies Birkenmoze. Fijn paard, heeft veel lossigheid zo in de draf, goed lichaamsgebruik, correcte stap, goed door het lijf, voldoende takt. Mist af en toe nog wel wat kracht en dat zien we dan weer terug in de verruiming. Daar komt hij wat weinig nog tot dragen. Wat we ook zien in de galop. In de galop zou hij nog net iets losser mogen rollen, vooral linksom. Rechtsom is duidelijk beter en heeft hij meer balans. Maar al met al gewoon een fijn paard om naar te kijken, netjes ook voorgesteld. We hebben de volgende cijfers, stap 7, draf 7,5, galop 7, houding balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 80. We gaan door met nummer 3, Eeltje van Kleiterp met Ludo van der Weijden. Ludo, als je zover bent, mag je beginnen. Succes! Thank you.
Klerk, sorry voor mijn uitspraak, met Ludo van der Weijden. Een paard met veel houding en balans, fijn voorgesteld. In de stap voldoende takt, ze stapt heel groot, maar zou daarin nog wel wat meer ruimte mogen tonen. In de draf een goed achterbeengebruik, veel lichaamsgebruik, plaatst het achterbeen ook wel goed onder het lichaam. Toont veel souplesse in de linker galop. Neemt het paard eigenlijk ook al heel veel gewicht op het achterbeen op. In de rechter galop ook, maar ja, hij zou het nog wat meer sprong mogen maken. We zijn dan tot de volgende cijfers gekomen. In de stap een 7, de draf een 7,5, galop 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakel een 7, impuls 7,5, totale score van 81 punten. Dan gaan we nu kijken naar nummer 4, Berber uit Amen, met Isabelle Jansen. Isabelle, als je zover bent, mag je beginnen.
We hebben gekeken naar nummer 4, Berber uit Amen. Een paard wat wel heel veel power heeft en ook wel kwaliteit, maar eigenlijk in alles gewoon te weinig ruggebruik en te weinig zich daarin laat bewerken. Drukt zich steeds wat op tegen de hand en is dan gewoon niet los genoeg. Dus daarom blijft ook in de stap te kort, maakt de pas niet af. De draf blijft vaak wat te strak en dan drukt hij zich ook heel weinig veel op. Hij heeft wel veel actie in de benen. En de galop is ook wel correct, maar ook daarin missen we gewoon echt wel de lossigheid en het ruggebruik. We hebben de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 7, galop 6,5, houding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 6,5, maakt een totaalscore van 70 punten. We gaan door met nummer 5, Frieske Dame, met Helene de Haas. Helene, als je zover bent, succes.
We hebben gekeken naar nummer 5, Frieske Dame met Helene de Haas. Nou, Helene, je hebt hem echt heel fijn voorgesteld. Overgang heel correct uitgevoerd. Nou, in de stap, daar zou het paard wat actiever mogen en met meer ruimte mogen stappen, wat meer lichaamsgebruik ook mogen tonen. De draf is heel correct en actief in de bewegingsafloop, maar het zou wel meer tot dragen mogen komen. Dat zien we dus ook weer terug in de verruimingen. Dan versnelt het paard eerder dan dat het ruimte maakt. Dat zien we ook in de galoppade terug. Paard heeft sprong. Maar zou eigenlijk in alle drie de gangen meer lossigheid en een beetje meer rek in het lichaam mogen hebben, zeg maar. Dus we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen 7, impulsen 7, een totaalscore van 75 punten. Dan gaan we nu kijken naar nummer 7, Eertsert van de Meulenpad met Kena Bakker. Kena, als je zover bent, mag je beginnen. Thank you.
gehad. Alleen, we vinden de stap blijft al heel erg kort en erg wisselend in de takt. De draf is wel actief, maar komt toch te weinig nog tot dragen. En loopt nog te vaak dan van het achterbeen af. En wat we zien ook in de galop, wel ook gewoon in de overgangen netjes, maar blijft toch wel vaak in alles nog te hoog dan in het kruis. We hebben de volgende cijfers. Stap een 5, draf een 6,5, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakel een 7, impuls 7, maakt de totaalscore van 71,5. We gaan door met nummer 8, Harmina Horweda met Alize Berthe van Friesburg. Als je zover bent, Harmina, mag je beginnen. Succes. Thank you.
We hebben gekeken naar Alice Birte van Friesburg met Hermine Holweda. Heel fijn voorgesteld, Hermina. We hebben nog wat moeite met de stap. De stap blijft in de takt nog wel correct. Maar linksachter trekt het paard het been wisselend wat hoger op. En daardoor ontstaat een ongelijkheid. In de draf, ja, het paard beweegt met heel veel afdruk, veel ritme, veel veer. Zou achter nog wel wat actiever mogen. Soms vertraagt hij daarbij wat en dan heeft hij nog wat moeite. En dan duikt hij, wilde hij eigenlijk graag een beetje naar beneden wegduwen. Maar jij houdt hem daarentegen heel mooi in balans. In de galop blijft het paard wat vlak. Zou wat meer sprong mogen maken en meer lichaamsgebruik. Vooral linksom heeft het paard wat weinig zweefmoment. Rechter galop was zeker beter en we zien dan ook wel dat het paard wel kan sluiten, maar daardoor ook de sprong verliest. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 5,5, de draf een 8, galop 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen 7, impulsen 7,5, een totale score van 75,5. Dan gaan we kijken naar nummer 9, Xandra van Markstaten met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je starten. Thank you.
hebben gekeken naar nummer 9, Xandra van Markzaten. Een heel vlijtig, actief paard. Ook steeds mooi in zijn houding. De stap blijft wat hoog in het kruis en dan zou hij het achterbeen meer door mogen laten treden. En meer buiging mogen hebben in het spronggewricht. De draf is lekker actief. Wordt soms iets loperig. Dat kun je ook zien in de verruiming op de diagonaal. Heeft hij wat moeite mee om daar nog in balans te blijven en meer te gaan dragen. Die korte zijde, daar kun je wel zien dat het wel in zit. Maar dat in die middendraf, die lange diagonaal, nog wat moeite heeft. De galop heeft voldoende sprong. Rechtsom mist hij wat lossigheid. Linksom daarentegen. Rechtsom is hij beter, is hij losser. Linksom is hij, heeft hij wat meer moeite nog met lichaamsgebruik. Rechtsom is dat duidelijk beter. We hebben de volgende cijfers. De stappen 6, draf 7,5, galop 7,5, houding in balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, maakt de totaalscore van 78,5. We gaan door met nummer 10. Was die er wel? 10? Oh, nummer 10 is er nog niet. Dan denk ik dat we dan door zullen gaan met nummer 11. Jitske van Hickaert. Oh, met Aleida Elsinga. En als zij zover is, mag ze beginnen.
Anke S. met Wendy Hulsink-Bergman. Ja, paard heeft veel spanning.
Dat zit er behoorlijk in de weg. Je hebt er echt wel geprobeerd goed door de proef te loodsen. Maar door de spanning zien we eigenlijk in alle drie de gangen dat ze weinig tot het lichaam niet loslaat. Weinig lichaamsgebruik heeft in alle drie de gangen. De stap is daardoor erg wisselend intact. En de ruimte komt ze echt wat tekort. In de draf heeft ze heel veel activiteit, want ze wil wel. Maar ook daarin missen ze het stukje losgelatenheid. En het achterbeen zou ook meer onder het lichaam geplaatst mogen worden. Zodat ze ook bijvoorbeeld in de verruimingen meer ruimte mag tonen. In de galopade, dan is ze te gespannen. Ze houdt de rug te vast. Daardoor komt het weinig tot sprong. Dus gewoon, de spanning zit er echt een beetje in de weg. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 5, de draf een 6,5, de galop een 5, de houding en balans een 6, souplesse 5,5, schakelen 6, impulsen 6, een totale score van 63,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 11, Jitske van Hikkaert met Aleida Elsinga. Aleida, als je zover bent, mag je starten.
Jitske van Hikkaert. Een paard met een mooi front, maar mist in eigenlijk alles nog wat te veel gedragenheid. Stap mist ook hierin ruimte en treedt dan te weinig door en wordt daardoor ook weer wat traag. De draf is wel correct, maar het achterbeen mag meer tot dragen komen, wat je ook weer terugziet in de verruiming. Daar heeft ze dan toch wel wat moeite mee. En de galop is ook wel correct, maar zou meer bergop en meer zweefmoment mogen tonen. We hebben de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 6,5, galop 6,5, houding in balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5. Maakt de totaalscore van 70,5. We gaan door met nummer 12, jongetje PA van de Sprong met Fleur van Kempen. Fleur, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Thank you.
hebben gekeken naar nummer 12, jongetje PA van de Sprong met Fleur van Kempen. Paard met veel front en voorkomen, maar mist nog wel een beetje de kracht. In de stap heeft het paard een goede takt en ruimte, maar zou nog wat actiever mogen. Aan het eind was de stap echt ook beter, wat actiever dan het eerste gedeelte. De draf is correct in de bewegingsafloop, maar het achterbeen zou meer onder mogen treden en meer gewicht op mogen nemen. En in de verruimingen daarin ook dan weer tot dragen komen en wat meer zweepmoment mogen tonen. In de galoppade bij de kanten zou er meer lossigheid willen zien. Meer paard springt zeg maar wel omhoog, maar springt daarin te weinig naar voren. Dus zou het meer activiteit mogen hebben. We zijn tot de volgende punten gekomen. De stap een 7, de draf een 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7, totale score van 73. Dan gaan we nu kijken naar nummer 13, Lopke van de Hogeweg met Paulette Kral. Paulette, als je zo ver bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar Lopke van de Hogeweg. Een paard wat nog wel erg jeugdig aandoet en mist ook wel heel veel kracht. Vooral de paard is correct in de stap, heeft voldoende ruimte. Zou wel wat actiever hierin mogen zijn. Draf is ook af en toe nog wat erg slungelig. Wel correct over de benen, heeft nog wel voldoende ook afdruk en swoeng. Galop zou wat meer lossigheid mogen tonen, heeft wel sprong, maar hierin ook mist wat meer buiging nog van het achterbeen. We hebben de volgende cijfers, stap 7, draf 6,5, galop 6,5, houding in balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7, maakt een totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 15. Desiree van Finbo met Leonie Evink. Leonie, als je zometeen zover bent, mag je beginnen. Succes. Thank you.
We hebben gekeken naar nummer 15, Desireia Finbo met Leonie Evink. Leonie, je moest er hard aan werken. Je hebt er ook hard aan gewerkt. Het paard heeft je nog wel een beetje nodig om ook in balans te blijven, zagen we. De stap was correct in de takt, actief. Aan het eind ook zagen we veel, dat paard ook veel ruimte heeft in de stap. De draf is correct in beweging, maar zou meer opwaarts mogen bewegen. En het achterbeen zou meer onder mogen treden en tot dragen komen. In de verruiming komt ze daarentegen dan weer wat te kort. Dan pakt ze niet de ruimte, maar versnelt ze. In de galoppade heeft het paard wel sprong, maar ook daarin meer opwaarts mogen galopperen en balans mogen tonen. Rechtsom zou het paard meer sprong mogen maken. We zijn dan ook tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7,5, de draf een 6,5, galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls en zelfs een totale score van 71 punten. Dan hebben we nu een kleine pauze voordat we verder gaan met de menproef. En met de menproef beginnen we met nummer 16 met Henk Hammers. Tot zo!
hebben gekeken naar nummer 16, Jitske, met Henk Hammers. Een paard met een mooie houding en erg veel looplust, wat er eigenlijk wel ook een beetje zo in de weg zit. Waardoor de draf gewoon toch wat meer tot dragen zou mogen komen. En nu eigenlijk vooral vaak gaat versnellen, wat we ook in de galop zien. Heeft dan wat weinig sprong en is dan ook wat te weinig berg op en heeft ook wat snelheid nog nodig om in die galop te blijven. De stap is wel correct, heeft ruimte en activiteit en heeft dan dus nu ook het hoogste cijfer. We hebben de volgende cijfers: stap 7, draf 6,5, galop 6,5, houding in balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7, totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 6, Gia van 9? 6. Ja, wel nummer 6. Gia van Goldzeehof met Age Okkema. Age, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Thank you.
hebben net gekeken naar nummer 6, Age Okkema. Of we naar Gia van Goldzeehof met Age Okkema. Wij vonden het niet verstandig om de proef door te rijden in verband met een lichte onregelmatigheid die we hadden geconstateerd. Daarom heeft Age de baan verlaten. En we gaan nu kijken naar nummer 17, Liberty van de Vrachtkant. Met erop Dajaar. Sorry. Heel veel succes. Thank you.
We hebben gekeken naar nummer 17, Liberty van de Vaarkant, met Rob Dashar. Een paard wat toch wel heel veel moeite heeft met lichaamsgebruik en zich wat losser te laten. Ook vooral met het aangespannen lopen. Blijft vaak met een wat weggedrukte rug. En blijft dan te weinig nagevelijk, te weinig door het lijf. De stap is vaak ook wat ongelijk, treedt achter en onvoldoende door. De draf mist gedragenheid en wordt dan ook gehaast in de verruiming. De galop is ook te weinig bergop en blijft wat hoger in het kruis. En er mist hierin ook de souplesse. We hebben de volgende cijfers. Stap een 5, draf een 6, galop een 5,5. Houding en balans een 5,5. Souplesse 5,5. Schakelen 5,5. Impuls een 6. Maakt het totaalscore van 61 punten. We gaan door met nummer 18. Jikke van Erberveld. Met Henk Hammers. Als Henk zometeen zover is, zien we hem wel verschijnen en succes.
We hebben gekeken naar nummer 18, Jikke van Erberveld met Henk Hammers. Het paard blijft een beetje wat strak in de bovenlijn en mist een stukje losgelatenheid. De stap is nog wat gehaast en zou meer van achteruit onder mogen treden. Het blijft nog wat op de voorhand wat leunen. Dat zien we in de draf. Mist hij nog wat kracht en daardoor ook wat wisselend nog in het ritme. En wat moeite soms met de takt. En daar zien we eigenlijk ook in die stap of in die draf ook en in die galopade ook weer dat stukje souplesse en het stukje losgelatenheid zien we daarin terug. En dan vooral ook het ondertreden van het achterbeen. In de galopade springt het paard wel de berg op, maar ook daarin weer die souplesse die we dan weer echt toch terugzien, dat we die missen. En dan komen we dan op de volgende cijfers, de stap een 6, draf een 6, galop een 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakel een 6, impuls een 6,5, een totaal van 68,5. Nou, dit was de laatste combinatie. En tot de volgende keer weer. Die zal zijn op 12 juli.